Lodewijk. Ik zou willen dat alle bedrijven sociaal zouden ondernemen, maar er zijn toch nog steeds ook een heleboel bedrijven waarvan je bijna zou kunnen zeggen dat ze tegenovergestelde doen. Sociaal ondernemen bestaat ook. Discrimineren, slechte arbeidsomstandigheden, kortom oneerlijk werk. Nou staat eerlijk werk hoog op de agenda voor dit kabinet, mede dankzij jouw inzet. Wat ga jij nou doen om te zorgen dat eerlijk werk nog beter in beeld staat bij alle ondernemers van Nederland? Bij de ondernemers van Nederland, maar ik vind ook het belang van deze bijeenkomst daarvoor heel groot. Het feit dat Duitsland sinds het toetreden van de SPD weer vooraan loopt om een minimumloon in te voeren, om net als Nederland een einde te maken aan doorgeslagen flexibilisering van de arbeid, is van grote betekenis voor de toekomst van Europa. Want we staan wel degelijk op een kruispunt. Een kruispunt dat mede, de richting op dat kruispunt wordt mede bepaald door de vraag wie straks de grootste wordt. Zijn het conservatieven, misschien met hulp van liberalen, of zijn het sociaaldemocraten? En die conservatieven, die hebben al duidelijk gemaakt wat voor arbeidsmarkt, wat voor werk voor Europa de toekomst is. Vivian Redding heeft gezegd, de sociale voorzieningen zijn natuurlijk großzügig. Iedereen die zich zorgen maakt over gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek, die moet maar wat meer bezuinigen op de sociale voorziening. En onze eigen eurocommissaris, mevrouw Kroes, heeft van de week gezegd dat er helemaal geen toekomst is voor mensen in de transport in Nederland. Het is een ongelooflijk defaitistische uitspraak die gebaseerd lijkt te zijn op een race naar de bodem. Zo laag mogelijke arbeidsvoorwaarden voor zoveel mogelijk Europeanen. Zodat je in een merkwaardig en cynisch en perverse verwoording, travestie van de Europese droom, eindigt in een race met de echte lage lonenblokken in de wereld. Terwijl het moet anders. De Duitsers laten het zien, toegevoegde waarde, innovatie, de waarde van werk voorop stellen. Nederland kan dat ook. En als we een bondgenootschap hebben met sociaaldemocraten en anderen die hierin zien waar de echte toekomst van Europa ligt, dan kun je zorgen voor sociale voorwaarden, dan kun je het ideaal dat je erop vooruit gaat als Europeaan, kun je waarmaken. En dat kan alleen maar doordat er meer werk gecreëerd wordt, door duurzaamheid te omarmen met de New Deal van Diederik Samson, door te investeren in de dingen waar onze toekomst ligt, het omarmen van technologie en vooruitgang, maar ook door eindelijk streng te zijn tegen uitbuiting, tegen discriminatie, tegen schijnconstructies, tegen lage lonen importeren in de landen waar dat niet hoort. Mensen horen op vooruit te gaan in plaats van op achteruit. En iedere Europeaan heeft recht op een living wage, op een loon waar je van kan leven, in plaats van een toekomst die bepaald wordt uitsluitend door de markt en door de munt. Daarom zijn deze verkiezingen belangrijk in Nederland, maar in alle Europese landen. En eerlijk werk is voor mij, maar niet alleen voor mij, maar ook voor die vrachtwagenchauffeur die zijn baan geschrapt zag zien door mevrouw Kroes, met één pennenstreek, met achterloze gemak van de technocraat die die Zweedse wet vernietigde. Dat is de keuze die men in Europa niet moet maken. En dat is een alternatief dat progressief is en dat sociaal is en ook economisch succesvol.